organisatie van het Bevrijdingsfestival Brienne heet ik u van harte welkom bij de Mokmetal. En het huishoofdkwartier wordt ingesteld. Burgers. Duitse verzetter heeft Ben Briel gevonden. En het Nederlands leger van de Nederlandse marine, die hier toch een kleine aantal aanwezig is, wordt verdreven. Gewonde soldaten worden in veiligheid gebracht om verzorgd te worden. De rookbom moet voor een ondoorzichtbaar gordijn zorgen waardoor de Nederlandse militaire eenheid zich terug kan trekken. En die zich daardoor aan het Duitse afweerstuk kan intrekken in veiligheid. Daarbij hebben dus de Duitsers ook Ben Briel ingenomen. Na een korte en hevige blitzkrieg heeft Nazi-Duitsland Europa onder de voet gelopen. Hoop op bevrijding door de geallieerden is na de slag op Duinkerke verder weg dan ooit. De Nederlandse militairen worden gefouilleerd door de Duitse bezetter op munitie of andere wapens. Niet alleen worden er controles op persoonsbewijzen uitgevoerd, maar patrouilleren de Duitsers ook door de binnenstad om overzicht en orde te houden. Onzichtbaar pleegden zij verzet tegen de Duitse bezetter. Deze mensen deden dat allen in het geheim en moesten dat ook zeer voorzichtig doen. Want ook tijdens oorlogstijd was het wel de vraag wie je daadwerkelijk kon vertrouwen. De buurman die iedere ochtend zo vriendelijk goede woorden tegen hem zei, kon je die wel vertrouwen? Nee. Ook de auto wordt uitvoerig bij de Duitse controlepost gecontroleerd. Wie zit er erin? Wat voor waar heeft die bij zich? Misschien aan het begin van de bezetting zullen ze nog niet zo streng zijn en kunnen ze gewoon doorrijden. Zo te zien zijn de inzittenden gecontroleerd en mag de auto passeren. Geschut voor het huis en in een hoog tempo worden er mensen in en uitgehaald die daar naar binnen gaan. Hopelijk ongezien door de Duitse bezetters.
Zoals ik al zei, kijk bij bezetting over soms in elkaar gezette radiosystemen in koffertjes werden gebruikt om contact te houden met de buitenwereld. Misschien wel berichten op te vangen of berichten te kunnen zenden. Heeft de Duitse bezetting iets opgevallen en de man met het koffertje waar ze juist over sprak, wordt aangehouden. De mensen met de handkar hebben zojuist de letters OZO op het raam van het huis geplakt. De letters OZO staan voor de afkorting van Oranje zal overwinnen. Ook dit is een klein teken van verzet onder de burgerij. Die zij bij zich mogen hebben. De kar is goed gekeurd, maar ze dienen zich wel te gedragen. En zullen voortaan goed in de gaten gehouden worden. Met de wagen die zich daarin bevinden. Zoals te zien is, worden uit deze handkar de Hollandse bodens tevoorschijn gehaald door de Duitse bezetters, waarbij de burgers op de vlucht staan om niet gepakt te worden. Na wat klein verzet besluiten de burgers zich maar over te geven en worden ze meegenomen naar het Duitse hoofdkwartier. Eten ging allemaal brandsoep. Voedselbonnen werden uitgedeeld en tegen inlevering van deze bonnen kon je voedsel halen. Maar als het eten op was, dan had je ook echt geen eten meer. En daarom besloten burgers zich ook te verzamelen en ook een hoofdkwartier te overvallen. De auto rijdt gehaast weg en er wordt een schot gelost waarbij de Duitse bezetter de gevangen genomen burger wordt ondervraagd en verraadt onder hoge druk de locatie van de ondergedoken verzetstrijders. In het huis wordt het interieurkort in klein geslagen en de hele boel overhoop gehaald. Tijdens de doorzoeking van het huis wordt zelfs huisraad naar beneden gegooid. Dat gebeurt toch nog. Tot de onderduikers en de verzetstrijders zijn gevonden. De verzetstrijders worden gevangen genomen en vervolgens overgebracht naar het Duitse hoofdkwartier.
Ondertussen rijden versterkingen van de Duitsers af en aan. En de sfeer in de stad wordt grimmiger en grimmiger. De verzetstrijders probeerden te ontsnappen, maar met een gelost schot heeft hij zich toch overgegeven. De geallieerden hebben inmiddels de rand van de stad bereikt. Ja, daar staan ze. En rukken langzaam op richting het centrum Schaarlo. Zich terug naar het hoofdkwartier. De Engelse geallieerden moeten nu wel doorstoten om de Duitse bezetters op te lossen. Dat gaat gepaard met de nodige vuurgevechten. Het is niet dat de Duitsers deze aanval kunnen afslaan en de opmars van de geallieerden kunnen stuiten. Engelse vlag wordt daarbij weer teruggewezen. Achter op het duinaar zijn er toch al Duitse burgers die denken wat de oorlog. Want de bevolking denkt dat hierbij de bezetting voorbij is. We zijn blij, de Duitse bezetter is verdreven uit hun stad. De grote Duitse aantallen in de versterking zorgen ervoor dat de Engelse troepen zich terug moeten trekken. Wederom zorgt de troepen ervoor dat ze zich op een veilige manier kunnen verplaatsen van schuilplek naar schuilplek. Thank you.
De Duitse bezetter heeft het hoofdkwartier bereikt. Enkele Engelse soldaten gewond opgeleverd. Ze worden het hoofdkwartier neergezet waar ze verzorgd worden en ondergaan. Zouden ze dan toch nog hier naartoe komen door de bevrijding van Den Briel en de rest van Nederland? Geallieerden rukken op om wederom het Duits hoofdkwartier te overmeesteren en de Duitse bezetter te verdrijven. Waarbij aan beide kanten veel slachtoffers vallen. Niet alleen over land, maar zelfs via het water weten de geallieerden hun weg te vinden. Maar alsmaar duurde de inhoud van de geallieerden, maakten de Duitsers niet meer in het snel worden gedreven. Er is geen houden meer aan en het lijkt slechts een kwestie van tijd tot de Duitsers moeten capituleren. Daarbij worden ook de geallieerden gevallen geworden. De eerste Duitse soldaten geven zich over. De geallieerde overmacht is te groot. Van het Duitse hoofdkwartier zal zodra alweer gewisseld worden opgebracht. En daarna. De Duitse vlag wordt gestreken op het hoofdkwartier. Daarmee is de overgave van de Duitsers compleet. Burgers komen hun huizen weer uit en applaudisseren voor de premier. Nederlandse vlaggen worden weer tevoorschijn gehaald. Er zal hierna een akte ondertekend worden van overgave. Bij de ondertekening van deze akte is ook Prins Bernhard aanwezig.
Dank u wel. Ik wens u een heel mooie bevrijdingsdag.